Gemeente Sint-Michielsgestel legt de lat hoger met sportakkoord. Het doel eigenlijk van het sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen. En verder, vrijwilligersplatform van Cello zoekt meer mensen om met cliënten op pad te gaan. En verdachten aangehouden in verband met steekpartij in Drunen. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. Het sportaanbod in Sint-Michielsgestel kan volgens de gemeente een stuk beter. Daarom komt ze met een sportakkoord. De gemeente, Bindwelzijn en uiteindelijk alle verenigingen in Sint-Michielsgestel slaan de handen ineen om sporten in de gemeente beter te maken. Dit gaan ze doen met een sportakkoord. Het doel eigenlijk van het sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen. En daarom gaan wij in samenwerking aan met de gemeente, met de sportclubs, met maatschappelijke instellingen en ook met ondernemers om te kijken hoe wij zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken om ze te laten sporten en bewegen. Volgens Van Drunen is sporten voor veel mensen niet vanzelfsprekend. De dingen die ik heel graag wil bereiken en waar ook echt veel aandacht voor is, voor moet komen wat mij betreft, is dat er toch nog een aantal kinderen zijn die gewoon niet kunnen sporten omdat de financiële middelen er niet zijn. Die middelen kunnen wel via de gemeente aangevraagd worden. En ik zie daar ook nog een beetje schaamte en ook nog een drempel ontstaan voor mensen om dat te doen. Als je dat samen nou met de sportvereniging oppakt, die bijvoorbeeld daar al een eerste stap in doen, dan denk ik dat we, en dat moeten ze ook weten, dat wil ik ook graag laten landen in het sportakkoord, dan denk ik dat we daar stappen in kunnen nemen om juist ook die doelgroep, die ik heel graag wil bereiken, ook gaan bereiken en dat die ook echt aan het sporten komen. Het is eigenlijk met het sportakkoord proberen we in de gemeente Sint-Michielsgestel te zorgen dat we vitale beweegaanbieders hebben. Met vitale beweegaanbieders zorgen we eigenlijk ervoor dat bijvoorbeeld de begeleiding op de velden geregeld is. Dat er in ieder geval binnen sociale veiligheid dat er overal een VOG geregeld is. Eventueel vertrouwenspersonen. Dus op verschillende vlakken zijn er ontwikkelingsmogelijkheden voor een vereniging. De gemeente en Bind willen met zoveel mogelijk sportclubs in contact komen om duidelijk te krijgen wat sportverenigingen nodig hebben om meer inwoners aan het sporten te krijgen. Ja, zowel commerciële aanbieders als niet-commerciële aanbieders. Zowel ongeorganiseerde sportverenigingen als georganiseerde sportverenigingen hebben de mogelijkheid om binnen het sportakkoord een aanvraag in te dienen en mee aan een van de thema's mee aan de slag te gaan. Nou, voor mij, wat mij betreft, doen alle verenigingen mee. Als ze met ideeën komen, waar ze al een tijdje ook mee zitten bijvoorbeeld. Want ik zou graag dat en dat doen, want dat vergroot mijn bereik naar onze inwoners. Dan zeg je, kom er mee. Laten we met elkaar in gesprek komen. Laten we met elkaar komen we verder dan alleen. Je kunt ook voorstellen dat sportparken met elkaar in gesprek gaan. Om te kijken hoe we zo goed mogelijk de mensen, ouderen, jongeren, alles wat ertussen zit, kunnen bereiken en kunnen aanbieden wat sport kan betekenen en wat bewegen kan betekenen. Want gezondheid is een van de belangrijkste dingen die we hebben. Eind oktober, begin november is de bijeenkomst waarbij alle verenigingen hun zegje kunnen doen. De politie heeft de verdachte aangehouden in verband met de steekpartij van afgelopen zondag op het Raadhuisplein in Drunen. Het gaat om een 18-jarige man uit Drunen. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij en is door de politie verhoord. De aanleiding voor de steekpartij zal volgens omstanders een uit de hand gelopen ruzie zijn, maar de politie kan dit nog niet bevestigen en doet op dit moment nog verder onderzoek. Bij het steekincident raakte een 21-jarige Waalwijker gewond. Koning Willem-Alexander komt vrijdag naar het provinciehuis in Den Bosch voor de opening van de expositie Stilstaan bij Corona. Dat is 's middags ook rechtstreeks bij de NOS te volgen, op tv en online. Het gaat om een expositie die door alle provincies en de Caribische gebieden gaat reizen. Meer dan 40 bekende en onbekende Nederlanders vertellen in de expositie over de enorme impact van corona op mensen in hun eigen omgeving. Bij de opening zijn vrijdag ook vertegenwoordigers van het kabinet aanwezig. Bezoekers kunnen zelf ook bijdragen aan de expositie door een eigen foto en verhaal toe te voegen. Stilstaan bij corona is van 3 oktober tot en met 15 november te bezoeken in het provinciehuis. Naar een afspraak in het ziekenhuis, een lunch in de stad of op droomvakantie naar New York. Voor mensen met een klein netwerk is het niet altijd even makkelijk om er te komen. Het vrijwilligersplatform TooMatch van Cello zoekt daarom meer vrijwilligers uit de hele regio die cliënten daarin willen ondersteunen. TooMatch, een online platform waarin zorgaanbieders oproepen kunnen plaatsen voor hun cliënten, is op zoek naar meer mensen. Op het platform worden cliënten gekoppeld aan vrijwilligers die hun kunnen ondersteunen in allerlei opzichten.
Het is ongelooflijk divers, van een klusje in huis, een muurtje schilderen of misschien helpen met een verhuizing, tot een vakantie van 9 dagen in New York. Ik ben bijvoorbeeld met een cliënt naar een poezencafé in Tilburg geweest. Een cliënt die helemaal gek is op poezen. En die wilde gewoon heel graag naar dat enige echte poezencafé. Alleen ze heeft geen netwerk. En toen kwam die oproep op Tour Match en denk van nu, dat is makkelijk om te doen, hè? Met een cliënt naar een café toe gaan en gezellig even een kop koffie drinken, zodat zij ook weer blij is. Als vrijwilliger plan je zelf in hoe vaak je wil helpen en wat je wil doen. Dat kan 2 keer per week zijn, maar ook 2 keer per jaar. Als ze mij vragen om een huis te schilderen, dan kan ik dat niet. Maar je kiest gewoon zelf de dingen die voor jou ook goed te doen zijn. En op het tijdstip wat jij kan. Je moet ook wel betrokken zijn bij de medemens. Of dat het nu een mens is met een beperking of een eenzaam persoon. Je moet ook wel betrokken zijn bij de mens. Maar dat is toch een kleine moeite, denk ik. De deelnemers hebben vaak een klein of geen netwerk. Misschien ook de schroom om dingen aan anderen te vragen. Een stukje eenzaamheid. Elk moment van aandacht is natuurlijk fantastisch. En met name omdat hun mens vanuit hunzelf komt. En er gematcht wordt op wederzijdse interesse met de vrijwilliger. Ja, kan het eigenlijk nooit fout gaan. Het is gewoon een klein gebaar. En het is gewoon eenmalig. Je maakt zelf de afspraak, dus je weet wanneer je kunt. Dus dan is het geen opgave. En je krijgt er gewoon zoveel energie van terug. Want die mensen die vragen iets wat eigenlijk niet voor elkaar gekregen wordt door anderen. En nu is er ineens iemand die met zo'n cliënt hun activiteit meedoet. En dat vinden ze geweldig. Dus dat is voor ons ook hartstikke fijn. Zowel zorgaanbieders als vrijwilligers uit de hele regio kunnen oproepen plaatsen. Voor Van der Steen heeft haar vrijwilligerswerk al voor heel wat ontroerende momenten gezorgd. Van de week bijvoorbeeld de Diezentocht. En dan komt er een cliënt van Tour Match. En die doet mee en die zegt van, dit is voor mij een vakantie. En dan denk ik, waar hebben we het over? Een uurtje op een boot, een kopje koffie en een gebakje. En gewoon heel de sfeer, want dat is natuurlijk heel belangrijk. En die dame die zegt, het lijkt voor mij wel vakantie. Nou, daar doe je toch voor. Op toomatch.nu kan iedereen uit Noordoost-Brabant zijn of haar oproep plaatsen. Het was dinsdag prima nazomerweer. Het was afwisselend zonnig en bewolkt en het werd zo'n 22 graden. Woensdag wordt het zelfs nog iets warmer. Vanaf donderdag komt er meer bewolking en vrijdag kan er ook weer wat regen vallen. Heeft u nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan naar weerfoto@d2nieuws.nl. En dit was het, maar meer nieuws, bijvoorbeeld over goed nieuws voor carnavalvierende basisscholen, dat leest op onze website d2nieuws.nl en in de app. Graag tot snel!